Ja, ik sta hier op het circuit van Catalonië bij Barcelona, want ik sta hier bij de Cupra Urban Rebel. Urban Rebel, dit is de raceversie van de Urban Rebel. Hier hebben wij net mee gereden. Nou, je ziet de schade op de bumper nog een beetje zitten. Deze heeft 510 Nm koppel en 340 pk. Een ontzettend snelle auto, maar die heeft eigenlijk niks te maken met die auto die naast me staat. De Urban Rebel die op de straat verschijnt. Deze heeft namelijk twee elektromotoren en deze heeft er eentje op de vooras. Volgens Cupra moet dit het betaalbaarste model in de line-up worden. En deze heeft dan 234 pk en 440 Nm koppel. 0 naar 100 in 6,9 seconden. Maar bij Cupra draait het natuurlijk niet alleen om pk's. Het draait met name om hoe goed het stuurt en hoe het eruit ziet. Wil je dat design van die auto nou even zien? Klik dan even op het i'tje. Collega Sjoerd van Bilzen is namelijk al rond die auto gegaan en licht alle design details uit. Cupra Urban Rebel dus. Eigenlijk weten we er nog niet zo heel erg veel van. De auto zoals die hier staat is voor 95% af. Dus er kunnen nog dingen veranderen ten opzichte van het model dat uiteindelijk op de weg komt. Ja, wanneer komt die dan uiteindelijk op de weg? 2025 wordt deze auto gelanceerd.